Ja, en het heeft geregend vannacht. Onze gebeden zijn verhoord. Onze wekenlange tocht door de woestijn is ten einde. Al heeft die krankzinnige zomer van 2018 ook zo zijn voordelen. Want mijn moestuin bijvoorbeeld doet het uitstekend. Ik heb gisteren nog 2 mango's, een ananas, een mandje guaves en een kokosnoot kunnen oogsten. Het klimaat verandert nu eenmaal. We zullen eraan moeten wennen. En de tekenen zijn overal voor wie een beetje oplet. Zo las ik een berichtje over de weidesprinkhaan. Die was sinds 1992 niet meer in Nederland gezien. Men dacht dat het beest hier was uitgestorven. Maar toen liep ecologisch onderzoeker Martijn Bunskoek in natuurgebied Lonnekeberg vorige week ineens tegen een mannelijk exemplaar aan. Hij heeft er een nacht slecht van geslapen, verklaarde de lieve schat. Want ja, een weidesprinkhaan, dat is niet niks. Hij heeft het gecheckt en gedubbelcheckt, maar het klopte echt. Hij is de eerste Nederlander in 26 jaar die een weidesprinkhaan heeft gezien. Of nou ja, de eerste die er eentje zag en wist dat het een weidesprinkhaan was. Want je moet hem maar net herkennen natuurlijk. Misschien was dat beest op mijn badkamer laatst ook wel een weidesprinkhaan. Of misschien woont er een hele kolonie in mijn achtertuin. Misschien zitten ze zich elke morgen op mijn oprit op te warmen in de zon. Misschien rij ik al de hele zomer lang elke ochtend op weg naar de supermarkt een compleet nest weidesprinkhanen hartstikke dood. We zullen het nooit weten. Ik wil maar zeggen, wat hier vooral bijzonder is, is dat de onderzoeker en de sprinkhaan elkaar gevonden hebben. Maar ik dacht wel meteen, logisch, sprinkhanen houden van warmte. Het is geen toeval dat ze het hier ineens zo naar hun zin hebben. Dit gaan we meer zien. De flora en fauna van Nederland zijn aan het veranderen. Het barst van dit soort berichtjes. Er is een jonge kwapaal gezien bij Zwolle. Er zijn 4 wiesenten geboren in Kennemerland. De wolf is natuurlijk op de terugweg. En dan heeft de dierenambulance langs de weg in IJmuiden ook nog eens een koningspython gevonden. Al is het nog niet helemaal zeker of dat een wild exemplaar betrof en of ze zich al voortplanten. Hoe dan ook, dit is de voorbode van wat ons te wachten staat. Gekko's, tropische vogels, komodo-varanen, de tijgermug, kamelen, olifanten, stokstaartjes, luiaards. De Veluwe gaat een heel ander aangezicht krijgen. Dat is wat ik deze zomer als nooit tevoren voel. Klimaatverandering is echt, het is al gaande. En volgens sommige klimatologen is het al te laat om er nog iets aan te doen. Ik zag een kaart van hoe de wereld eruit zou zien als de aarde 4 graden opwarmt. En dat was geen goed nieuws voor ons pijlgiftkikkerlandje. Eigenlijk was het slecht nieuws voor alle landjes die zich niet in de buurt van een pool kappen vinden. Als je echt rijk wil worden, is mijn advies: koop nu vastgoed in Siberië, want dat is straks een heel goed leefbare groene oase op een grote snikhete wereld. Want dat is ook wat klimaatverandering betekent, dat er verhoudingen gaan veranderen. Ik voorspel, als de omstandigheden hier straks zwaar gaan worden, bootjes met vluchtelingen die vanuit Harlingen gaan proberen Scandinavië te bereiken. Benieuwd of de Noorse kustwacht ze terugstuurt of dat we met z'n allen in een tentenkamp in Malmö worden gedumpt, terwijl de regeringen van Finland en IJsland ruzie maken over of ze dit jaar nou 500 of 750 vluchtelingen zullen toelaten. Het zal hoe dan ook pijnlijk zijn als wij met onze verwende harses ineens in de hoek zitten waar de klappen vallen. Ik ben ook benieuwd hoe de kranten op Lombok over ons zullen schrijven als er hier ineens natuurrampen plaats gaan vinden. Lezen we dan over Indonesische toeristen die klagen dat de evacuatie van Volendam wel een beetje strakker georganiseerd had kunnen worden? Worden er gedupeerde reizigers geïnterviewd die mopperen dat ze wel kunnen omboeken naar Stockholm, maar dat ze het allemaal zelf moeten betalen? Of gaan Indonesische kranten verwonderd schrijven dat voor een land waar overstromingen zo vaak voorkomen, het wel heel gek is dat niet alle huizen waterdicht zijn? Het wordt hoe dan ook een lesje in nederigheid en overlevingskunst en heel veel andere dingen waar we tot nu toe niet over hebben hoeven nadenken. Dus hoe blij Martijn Bunskoek ook mag zijn met de weidesprinkhaan, ik gun hem zijn vondst van harte. Voor mij is dat zachte getjirp ook een angstaanjagend alarmsignaal. De zomer van 2018 was pas het begin.